Sinterklaas komt er, hè? In Amerika. Fanfare zit klaar. En daar komt Sinterklaas met zijn pieten. Dit keer in een golfkerkje. Naar de bondzaal. Kinderen en een verhoed natuurlijk. En de meesten blijven netjes achter Sinterklaas. En fanfare. Pieterdans van groep 1 en 2. Ja, Zwarte Piet kan klimmen, zeker weten. Even aan de kant staan, hij heeft op pietenschool gezeten. Maar kan niet dansen zoals wij. Van voor naar achter en opzij. Goed zo. Hey beste Piet, ik heb een idee. Als je het kan. Groep 3 gaan het dansen doen. Dan denk ik dat we nu kunnen. Daar gaat hij dan. Opgelet.
handje. En dan blijft het stil. Staan jullie allemaal klaar? Is de muziek gereed? Dan tellen we af. 3, 2, 1. Hoppa!
Even. Hebben jullie het achteraan ook allemaal goed gehoord? Had nou nee gezegd, hadden ze het nog een keer overgedaan. Nog een keer, hebben jullie dat nog goed? Herkansing. 3, 2, 1. En nog blijf stil. Let op. En nou goed luisteren achteraan, hè. Zou hier de golfbaan zijn? Een ander puntje riep naar het dak op. Uit verveling gaat hij in zijn neus sputteren. Hey Piet, zegt Sint, dat is toch niet netjes, maar zeg het hoor ik. Oh, luister eens, zegt Sint tegen haar. Laten we een trein aankomen, denk ik. Probleem? Zo, zegt Sint. Waar waren we ook alweer gebleven? Oh ja, we zijn op zoek naar de golfbaan. Oei, oei. Gaat het wel allemaal goed? Dit is niet zo'n beste weg. Sint loopt met Amerika over het schijnpad. Wat is dat voor geluid? Is het wat met zijn hoofd? Met een verkeerde benen uit bed gestapt of zo. Aha, daar wordt de weg weer wat beter, zo te horen. Hopelijk lopen voor Sint en Amerika en Pieter ook wat makkelijker. Nu de weg wat beter is, kunnen ze met z'n allen weer een beetje doorlopen. Mama, het volgende moet je snel naar de grond staan, waar de kinderen al staan te trappen van ongeduld. Oh jee, heeft de Sint de waaierhalen wel gecheckt? Hij begint heel hard te waaien. En dan komt er ook nog een regenbui natuurlijk. En een beetje onweer kan er ook nog wel bij, zegt de Sint. Na regen komt zonneschijn. Aha, daar horen we de vogeltjes weer fluiten. Mooi, zegt Sint. Met een prachtige zonnetje kunnen we lekker gaan verkoven. Oh, zegt Piet. Ik zie nog steeds geen golven en ook geen zee. Wat ben je toch een worst, zegt de wegwijs Piet. Welke soort golf zullen we gaan spelen? Ah, voor een golf natuurlijk. Nou, zegt Sint,
Geef die bal maar eens een flinke tik. Piet moet nog een heel eind voordat hij bij de laatste hole is. Daarom slaat hij super hard tegen de bal. Die bal gaat door. En daar komt hij weer naar beneden. Pas op, Bukke. Daar komt de bal eraan. Oei, dat ging dan net goed. Luister, wat hoor ik nu? Ik hoop geluk. En kunnen jullie dit ook met Sinterklaasje bonnen, mannen, mannen? Ja, maar dat is hetzelfde melodietje. Hebben jullie het achteraan heel goed kunnen verstaan wat hier gedaan werd, jongens en meisjes? Ja, als jullie nou allemaal nee zeggen, ben ik verplicht om ze dat nog een keer te laten doen. Zouden ze dat nog willen dan? Eén keer. Heel meisjes stil. En beginnen we dan vooraan of laten we ze dan het laatste liedje even opnieuw doen? De laatste even. Dat, ja, maar twee keer achter elkaar horen, dan kunnen ze het goed horen achteraan. Dan hebben ze straks allemaal zo'n bult voor de kop. Ja, even luisteren. 1, 2, 3, ja. De laatste hoedje. Kom wat in mijn schoentje, kom wat in mijn kruisje, dank u Sinterklaasje. Nou, dit is 1, 2, 3. Sinterklaas de poentje, kom wat in mijn schoentje, kom wat in mijn kruisje, dank u Sinterklaasje. Nou, dat is geweldig. Ja, en ik ben vast aan het oefenen, want over een paar jaar moet ik de liedjes allemaal zelf gaan zingen, want dan kennen ze ze niet meer. Dus ben ik vast aan het oefenen. Goed, hartelijk dank voor jullie optreden, jongens. En dan mogen jullie het zaakje weer aan de kant zetten. Want we hebben nog één man die komt zijn kunstjes nog een keer vertonen. Als hem het lukt. We ruimen voor je, joh. Ik geef hem een stevig applausje. Onze Goochelpiet. Maar net hadden we proberen om snoepjes te toveren, hè? Maar wat zijn nou de lekkerste snoepjes voor Sinterklaas? En wat zijn nou de beroemdste snoepjes? Nou, de pepernoten. Dus ik ga nu pepernoten toveren. Ik heb een lege pan. En in die pan ga ik een beetje vuur maken. Papa, je
Maar gaat dat lukken? Hocus pocus, zimsalabim. En nu? Ben je niet bang dat je de bakker zo werkeloos maakt? Maar als jij allemaal die pepernoten van mij gaat toveren, is die goede man in zakken af. Dan is die niks meer. Oh, jij kunt er niet tegenaan. Oh, zo is dat. Zo, als alle pepernoten weg zijn, gaat de goochelpiet weer verder, jongens. Ja. Oh, dat lukt maar één keer op een middag, pepernootjes bakken, heb ik gehoord. Heel vermoeiend. Ja, één keer op een dag. Ja, ja, daar gaat hij weer hoor. We gaan weer. Hey, jongens en meisjes, hebben jullie gisteren ook allemaal de eindtocht gezien? Ja! En hebben jullie toen ook een zwarte Piet gezien die met deze dingen deed jongleren? Zal ik dat nu voor jullie gaan doen? Ja! Nou, dan gaat hij dan. 1, 2. Ja. Oh, geweldig. Ja, geweldig jongens. Een applaus voor hem. Fantastisch. Oh ja, lieve Piet, kun jij ook een kuntje? Ik kan op mijn handen gaan staan. Ja. Oh ja. Ja, ik zie het joh. Ja, ik heb het gezien. Ja, hij stond er. Nou, laat het dan maar niet doen, want dan kunnen we straks nog een ziekenwagen bestellen. Dat heb ik toch liever niet. Maar ga nog eens een keer in je gang. Je mag nog een keer. Ja. Ah, super leuk joh. Eet je hoop nou. Goed zo, nou een stevige applaus voor onze goochelpiet, jongens en meisjes. Ja, hij is die lenig, hè? Kijk eens wat die kan zeggen op zijn handen staan. Nou, dat zullen wel beslist meer kinderen kunnen, denk ik. Ja, jongens, wat zullen we dan zeggen als de fanfare nog een nummer speelt? Dat zou fijn zijn, hè? Ja. Ja, die is al zo oud, maar dat kunnen ze. Jongens en meisjes,